Goedemiddag, ik ben er weer. Zeldenplay 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda Wind Waker in HD. Juist. Ja, ik denk bij mij eigenlijk, ik zal het eens een keertje anders gaan doen, hè. Want dit is de laatste selfie gebeuren die we gaan doen, aangezien dat we dus, zeg maar, bij de laatste tempel aan zijn gekomen. Want in de vorige aflevering hebben we alle sidequests voor elkaar gekregen. En in deze aflevering... Oké, dat was eigenlijk best wel raar. Ja, eventjes mijn camera eventjes wegzetten, jongens, want dat was dus een greenscreen effectje. Sorry daarvoor. Ik denk bij mij van dat zou het leukste zijn om daar een keertje zo een selfie van te maken. Dus ik wil even mijn camera even weg. Hoort eventjes bij de aflevering. Hoort eventjes een beetje behind the scenes grapjes. Waarom ook niet? Het begint al te regenen. Maar ja, dat is dus eigenlijk zeg maar een beetje het idee wat ik wil gaan doen. Dit is de laatste keer dat we een selfie gingen gaan doen. En in plaats van Link er dan in te zitten, dacht ik dan bij mijn eigen om dan maar eigenlijk zelf mijn eigen gezicht erin te pleuren. Leuk, joh, zo'n groen scherm. Leuk. Nou, in de vorige aflevering, zoals ik al dus zei, hebben we dus... alle sidequests daar gehaald. We hebben alle treasure charts, we hebben alle pieces of hearts, we hebben de Triforce of Courage. Dus nu is het tijd om terug naar Hyrule te gaan. Well done, Stefan. You must show the Triforce pieces. Piece you have assembled to the gods. It's not a piece, it's the complete Triforce. Kijk eens, ik heb een driehoekje. Hij is van goud. Huh? Oh, fijn, nou heb ik een tatoeage. Hoe leg ik dit oma uit? Oh, what's this? There, on your hand, the Triforce piece now dwells within you. It is the Triforce of Courage, proof that you are indeed the true hero. You have controlled the wind and across the seas, and here, near the end of your quest, the power of the gods has been bestowed upon you. Surely, this moment on, you shall be known as the hero of winds. By farting. Oké, sorry, ik moest die grap wel even maken. Stefan, hero of winds. Even, zo. Ik zal even een beetje zo. Go forth to Hyrule, to Zelda's side. Your journey across the spooky land. You're holding your hand. A Triforce of Courage, going to Hyrule now, back to this castle, under the blue sea, in the Wind Waker, in HD! Oké, sorry. Ik laat me soms af en toe wel eens een keertje meeslepen. Ik vraag me eigenlijk af hoe het met Zelda eigenlijk gaat. Ik bedoel, die heeft al die tijd dat we bezig waren met sidequests, heeft ze daar onder die steen gezeten. Dus, vraag me eigenlijk, oeps. Volgens mij had iemand geen zin om het puzzeltje op te lossen om bij Zelda terecht te komen. Want deze die was eigenlijk weer dichtgeschoven. En iemand die heeft hier... Oeps. Ik zei toch dat het geen goede veiligheidsmaatregel was? Een simpel puzzeltje dat zelfs nog een zesjarige kan oplossen. Nou ja, Zelda die is daar. Hey Zelda. Heb je daar de hele tijd gestaan? Hoe gaat het ermee? Hey Zelda. Hoe gaat het? Hi. Huh? Nou ja, je hoeft niet weg te teleporteren. You have deceived yourself. Did you think you'd be safe inside a castle? Foolish. Now that my power has restored, there is no safe haven for you. I have taken your precious Zelda. And here, you shall fall into eternal slumber. Oh boy, dit menen we. Serieus? Dat is je grote aanval. En ik heb eigenlijk een dom foutje gemaakt. Ik heb geen granny soup bij me. Dus ik ben bang dat we dit moeten gaan doen zonder granny soup. Oepsie. Hi. Ah, jij mist. Ah, jij mist ook. Oh, je helm is eraf gevallen. Oepsie. Nou, slijs eerst. Hey, nou is je helm er ook af. Oh, ik probeer eigenlijk... Kom niet uit. Ja, backslide! Backslash! Oh, wacht, je bent shock niet. Ik weet niet waarom dat je armor het eigenlijk overleefde, maar alsjeblieft van naar beneden. Hoi, kun jij ook even... dude? Nee, we gaan geen karate doen. We gaan geen karate... Weet je waar, ik ga wel eerst even je broertje verslaan. Vind het vast nog niet erg. Hoi, broertje. Yay! Backslash! Kom op, het is gewoon een backslash. Laten we eerlijk wezen. Bam. Oh, nee, ik wil eigenlijk... Dank je. Hey, ik was met je broertje bezig. Zit toch, hij is niet zo erg. Wat, serieus? Hij had minder geld als hem die... Nou, maakt niet uit. Oké, dus Circle of Flame verdwijnt nu.
En ik denk dus dat we verder Hyrule dan maar in moeten gaan. Wat ik eigenlijk heel erg jammer vind van dit spel. Ik bedoel, Hyrule vind ik een van de beste plekken ooit in de Zelda games. Omdat ja, hey, hallo, het is de Land of Hyrule. Stel je voor dat je in de Mario games in één keer niet in de Mushroom Kingdom belandt, maar in een of andere galaxy. Oh, wacht eventjes. Dat hebben ze ook gedaan. Maar dat was eigenlijk best wel goed. Ik bedoel, hier verschijn gewoon boven de zee. Oké, nou ja, prima. We gaan naar buiten toe, want blijkbaar mochten we niet naar buiten, maar we moesten eerst naar Zelda toe. Dus werden we tegengehouden door de stralen, waardoor we eigenlijk al konden weten dat er iets mis was. Maar ja, er zit hier die barrier. Hier zo. Dus, hoe willen wij hier dan doorheen komen? Nou ja, we hebben de Master Sword. Swing! Ja! Nou, je hoeft niet zo boos te kijken. Ja, ik heb je geraakt met zwaard. Even nadenken. Even nadenken. Goed zo. Oeps. Ga ik hier nou problemen mee krijgen? Moeten we Carglass weer bellen om te vragen of ze misschien eventjes een raampje kunnen fixen? Het klonk als glas. Maar goed, nou komen we dus eindelijk in Hyrule. Iets wat ik de vorige keer niet heb kunnen laten zien. Weten jullie nog de Earth Temple en de Wind Temple? Dat die dus zeg maar boven de zee zitten, maar zo ver van elkaar vandaan zitten. Dat je eigenlijk dus niet kan zien tot ze dus zeg maar daar zitten. Nou, daar in de verte tenminste, dat denk ik hoor. Dit is maar gewoon een theorie van mij, maar... Ik denk eigenlijk dat je dus zeg maar daar in de verte de Earth Temple of de Wind Temple kan zien. En daar in de verte de andere tempel eigenlijk, zeg maar. Omdat dat zou eigenlijk ook gewoon een Hyrule zijn. But hey, that's just a theory. A game theory. Oké, sorry. Ik moest er gewoon een keertje die grap maken. Daar kan ik er helemaal niks aan doen. Maar goed, we hebben hier dus zeg maar onze vijanden. Nou, de camera die hebben we niet meer nodig. Nee, ik heb nou een speciale selfie gebeuren gedaan. In plaats van de link te gebruiken, gewoon mijn eigen gezicht te gebruiken. Dus ja, er zal geen selfie meer komen in deze let. Let's play. Al moet ik wel zeggen dat we behoorlijk veel keer in HD hebben geroepen. Ik bedoel, volgens mij zit het al de 233ste keer. Daar zat ik eigenlijk niet op te wachten. Nou ja, de meesten die dachten dat we hem op 250 zouden gaan halen. Ik zelf daarentegen denk niet dat ik de 250 ga halen. Aangezien dat ik wil eigenlijk een beetje meer focussen op de gameplay dan eigenlijk op die hele counter. In HD. Ik probeer hem wel een beetje te helpen vooruit dan. Dus veel geëdit in deze aflevering. Leuk toekomstige Rick. Je gaat het leuk vinden. Maar we krijgen hier dus zeg maar allerlei soorten monsters die hier in één keer zijn. Die weet ik voor waarom dat ze hier allemaal staan. Dus we hebben van die gold feathers. Ik snap niet waarom dat ik alles nog oppak, omdat we hebben het toch allemaal niet meer nodig. You know. Het sparkelt zo. Als het zo sparkelt, dan kun je het toch niet gewoon laten liggen. Nou ja, ja, doe eventjes je rare dansje omdat ik hier je pips heb gestoken. Nou, gaan we blokken. Hier, ik blok jou. Oh, opstaan? Daar geef ik een toestemming voor. Sterf! Dank je. Klaar? Mooi. Nou, dus ik gebruik nu op dit moment ook geen timer, want ik heb eigenlijk al een planning wat ik in deze aflevering wil gaan doen. Ik weet niet, ik weet zeker in ieder geval, dit is de laatste week van de Windweker. Ah. En voor de mensen die willen weten wat de volgende Let's Play gaat worden, zoals jullie weten, in de laatste aflevering, dan vertel ik jullie natuurlijk alles, zeg maar. Nou ja, dan vertel ik niet alles, dan geef ik een hint over wat de volgende Let's Play zal gaan worden. Spannend! Hoi, ik heb net je broertjes ook opgeslagen, dus wil je alsjeblieft blijven liggen, dankjewel. Dus, nou, zonder enig oponthoud hebben we hier de monstertjes verslagen en kunnen we dus zeg maar hier naartoe. En hier heb ik dus heel lang vastgezeten omdat ik niet wist wat ik moest doen, terwijl ik eigenlijk hartstikke blind ben op dat moment. Want iedereen ziet daar die dingen zitten, waardoor dat je dus gewoon een hoekschot moet gaan gebruiken. En hier dus naartoe moet gaan. Hier hebben we nog een paar van die vliegende ratatas. Sorry niet aanwezig, moest het een keer zeggen. Moest het een keer zeggen, kan er niks aan doen. Maar ik zeg nou al zo vaak dat het gewoon Zubats zijn. En ja, je snapt, eigenlijk heten ze keys. Ik snap niet waarom dat ze een sleutel zijn vernoemd, maar dat maakt niet uit. Goed, dan komen we dus eindelijk zeg maar in Ganondorf's Lair in HD. Ja, ik denk ik gooi de narrator van de Super Smash in. Want ik had eigenlijk vandaag een best wel teleurstellend berichtje gekregen. Ik had een telefoontje gekregen. Ik heb de nieuwe Smash op de Wii U. Die heb ik al gepreorderd. En ik kreeg vandaag van de Game Mania en een bos kreeg een telefoontje. Tot er zijn zoveel inzendingen zeg maar geweest voor pre-orders. Ik had dan de pre-order bundle met de GameCube splitter. Dat je je GameCube controller kan gebruiken. En het probleem was, ze hadden te veel reserveringen opgenomen. Ze kregen maar te weinig kopieën zeg maar om echt al die reserveringen te voldoen. Dus degenen die eerder waren, die bleven gewoon staan. Alleen degenen die later waren, die werden
werden helaas dus gecanceld en die werden netjes opgebeld. Dus ik was helaas een van diegenen die gecanceld was. Verder over dit verhaal vertel ik zo, want ik wil heel eventjes over deze kamer praten. We hebben hier 4 verschillende kamers. Elke kamer, dat is eigenlijk een van de tempels die we hebben gehad, met uitzondering van de Heroes Temple. Dus laten we daar maar mee gaan beginnen. Ik begin gewoon met deze hoek. Nou, het probleem was dus, ik zit niet meer in de pre-order van de Super Smash Bros. Maar wees niet getreurd, wees heel erg goed, even goed opletten. Oprotten met Lynn, ik heb geen zin in jou. Ik heb dus zeg maar diverse Game Mania's gebeld. Ik heb die in Eindhoven heb ik gebeld. Ik heb die in Veldhoven geloof ik. Nee, niet in Veldhoven. In weet ik veel. Ik ben de naam kwijt, maakt niet uit. Maar die had ik dus netjes gebeld. En overal waren ze dus helemaal uitverkocht. Nou heb ik diegene in Tilburg te pakken gekregen. Die had gelukkig één nog openstaan. Omdat er eentje die had hem gecanceld. Ik zou niet weten waarom dat je zoiets zou cancelen, maar oké. En daar heb ik dus eindelijk gewoon mijn pre-order. Nou, ik heb nog een empty bottle. Dus mag ik even dat beetje. Daar zat nog water in. Waar is dat veetje? Oh. Sterf. Ik wil dat veetje. Geef. Geef. En we hebben de Sad Fairy in de bottle. In HD. Nou. Oké. Nou. Eventjes hier de pot even breken. Magie heb ik eigenlijk niet nodig. Maar ik pak het toch op. Waarom ook niet? We hebben dat beest gemold. Oké. We hebben hier de Iron Boots nodig. Zoals we dus zien. Dit is een beetje zeg maar de windtempel. Die we hier dus eigenlijk hebben. En wat ik in deze aflevering wil gaan proberen te doen, is heel deze kamer eigenlijk al voor elkaar te gaan krijgen. Dus dan gaan we eventjes de grappling pakken en dan vliegen we hier overheen naar de regenboog rainbow. Ik denk alleen aan jou, sorry. Oké, nou vraag ik mij af, hoe kom je hier ook weer doen? Is hier dan gewoon tussendoor heen glijden of zo? Oh nee, er zit hier nog een swap. Er zit hier een switch. Volgens mij moet je dan gewoon hier doorheen gliden. Ik weet het niet zeker meer, maar ik ga het gewoon proberen. Yes. Gewoon doen, gewoon doen, gewoon doen. Oké, blijkbaar was dat het ook. En, dat haal je toch niet? Nee, dat haal je ook niet, want je hebt daar een met Miblins. Miblins, mijn favoriete kamergenootje die ik in mijn kamer kram. Oké, sorry. Dan hebben we weer de hoekshot nodig. We hebben de Fairy in de bottle toch niet nodig. Magie, je laat het gewoon vallen. Ja, ik heb het toch niet nodig. Kom op zeg, waarom zou ik hem meenemen? Oké, en als we dan hier naar binnen gaan... Dan weten we dus al wat ons eigenlijk niet te wachten staat. Waarom begin ik eigenlijk gewoon maar gelijk... Is dit de vierde... Volgens mij is dit de vierde bos. Of is dit... Jap, dit is de vierde bos. Nou, zoals je ziet, je hebt al je items heb je niet. Je krijgt alleen maar de items die je op dit punt van het spel had. Nou, het enige wat we hier nodig hebben is het hoekshot. Ze zijn wel zo lief geweest om je dus zeg maar wel gewoon je helft te houden zoals dat je dat hebt. En je zwaard compleet powered up. Nou, de baas die is er al. Nou, dat is een voordeel. Dus dan slaan we gelijk deze baas. En nee, er is niks mis mee met de videokwaliteit. Nee, er is niks mis mee met de kleur. Dit hoort een beetje zwart-witachtig te zijn. Dus omdat dit een soort van flashback land is of zo. Weet ik wel hoe dat ze dit eigenlijk hadden gepland. Oké, dan moet ik hier wegwezen. Want dan komt daar die smikkel. Oh, ik heb... Hats, hats, hats. Oké, we hebben hem geraakt. We hebben hem geraakt. Oké. Eens kijken of ik dit... Oeh, frame drop. Serieus? Het is de HD-versie. Hoezo krijg je dan frame drop? Wat is dit? Wat is het voor duistere magie? Waarschijnlijk heeft Ganondorf het ook voor elkaar... Auw! Hoe moest ik die dodgen? Wip, hier had je schade. Weet je wel niet hoeveel pijn dat aan mij doet? Oké. Kun je geweldig zingen? Oh, en nou kan ik het trouwens zeggen. Geweldige muziek. Ik zal eventjes stil zijn. Dan kunnen jullie van de muziek luisteren. Genieten. Geluisteren. Oké, vooruit. Ik moet zeggen, die muziek is inderdaad geweldig. Eerlijk is eerlijk. Ver en school. Hey! Ik vergeet elke keer dat hij gewoon naar boven papt. Ik ben helemaal niet vrolijk van. Het probleem is, ik heb nou gewoon... Auw. Oké, normaal gesproken mist hij mij daar altijd. Ik denk dat dit de baas ook is waar ik de meeste problemen mee ga hebben. Oké, nou. Mag ik heel even jou ook... Oké, dan komt hij hier tevoorschijn. Dan moet ik heel eventjes wegrollen, want anders gaat hij happen. En daar heb ik geen zin in. En we hebben hem verslagen en dan krijg je automatisch een fade-out, wat heel eigenlijk lazy is, maar dat maakt niet uit, we hebben hem nou gehaald. Yay! Dus de eerste baas, die hebben we te pakken. Mooi.
Nou, dan neem ik aan dus zeg maar dat we het in reverse order doen. Normaal gesproken kun je hier hartjes hervullen. Maar ja, zoals je weet, het is de hard mode versie of de hero mode versie. Waardoor dat we geen hartjes kunnen herstellen. Dus vandaar dat we dat ook niet gaan doen. Nou, dan ga ik alleen. Ik wil die blue potions eigenlijk wel bewaren. Maar ik denk niet dat ik met deze baas veel moeite ga hebben. Want de enige baas waar ik echt altijd moeite mee heb, dat is die baas die we net hebben gehad. Dus dan gaan we maar hier naartoe. En ik moet zeggen, ik ben niet echt een liefhebber van die poort waar je hier naartoe moet gaan. Want deze bijvoorbeeld, het is een hele irritante. Wat je hier moet doen, is je moet hier zo snel mogelijk naar de overkant toe lopen. En dan krijg je dus zeg maar van die dingen die... Auw. Van die dingen die er zeg maar zo van... En Alec dit, Alec... Hé, ik zag een feetje. Geef. Geef mij nu je feetje. Ah, screamer! Oké, ik heb het feetje. Het hielp me niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Oh, kijk toch eens, ik van Link. Die is echt gewoon bang. Hé. Hey. Skull, je staat in de B. Sterf. Oké, okay, nou hebben we in ieder geval een beetje half kunnen recoveren. En dan wil ik eventjes hier snel terugrollen. Auw, ik was niet snel genoeg. Oké, okay, nou, dit is zeg maar een punt waar het irritant gaat worden. Want je hebt hier dus zeg maar een lichtsource. En als ik me niet vergis, heb ik hier de hamer ook nog heel eventjes. Ja, volgens mij nog niet eens echt, maar... Maakt niet uit. Wat we hier moeten gaan doen... Dat is echt vervelend. We moeten hier... Eventjes alles... Ja, ik loop er gewoon snel doorheen. Hé, hey, kijk nou toch eens. Hé, hey, weer een feetje. Dankjewel. Nou, we hebben hier dus zeg maar ghosts... Maar wat we moeten doen hier... Ik vind dit echt heel erg vervelend. Je moet dus zeg maar met je licht... Moet je dus zeg maar daar oprichten. Dan wil je zo'n standbeeldje, die wil je dan raken. En dan wil je dat standbeeldje, dan wil je zo snel mogelijk op die switch zetten. Hier. Dan gaat dat open. En dan wil je dan zo snel mogelijk naartoe lopen, want op het moment... Oké, nou, dan doen we het eventjes met reverse controls. Hopelijk ken ik dat ook heel erg goed. Want op het moment dat die standbeeld tot leven komt... ja, dan... krijg je dus dit probleem. Dus we moeten dit heel erg snel gaan doen. En ik haat deze kamer. Heb ik jou toestemming gegeven om weer tot leven te komen? Ik dacht dat niet. Dus, oké, nou, dan gaan we gewoon de roltechniek maar gebruiken. Want dan ben je toch een stuk sneller. Oké, nou, blijf. Oh, kom op. Blijf. Als je eenmaal op de trap zit, is het goed. Mooi. Nou, en deze die hebben ze dus al helemaal leuk gedaan. Dan moeten we weer heel eventjes hier doorheen rollen. Auw, ik had net weer full health. Jullie moeten alles weer van mij verpesten. En als ik me niet vergis, hebben we hier dus ook van die slimes. En dan wil ik die achterste raken daar. Ja, ik heb hem. En dan wil je zo snel mogelijk daar naartoe rollen. Kom op, pak hem op. Ah, ik ben veel te traag. Zet hem daar neer. Kom op nou. Dan moeten we... Die kant op. Nee, kom op. Ja, ik ben erop. Het maakt niet uit dat die trap eigenlijk zeg maar weer omhoog gaat. Op het moment dat je op de trap staat, al is het de laatste trainer, waar je automatisch omhoog getellen op dit, dan heb je helemaal geen problemen. Maar goed, krijgen we weer een awesome baas. Zoveel baas in deze aflevering, yay. Hallo. Wat een leuke flashback. Nou, het leuke is, we hebben hier eigenlijk dus geen items nodig. Daarom zijn mijn items los eigenlijk nog helemaal leeg. Maar wat je wil doen, ja, je weet ondertussen wel dat je deze baas moet verslaan. Dus laten we hem maar verslaan. Het enige item die je dan nodig hebt is eigenlijk, zeg maar, de Power Glove. Of de Bracelet, of hoe dat dan hier ook heet. En, ja, eigenlijk de Hurricane Spin, die is ook heel erg handig om hier natuurlijk te gebruiken. Zoals ik hem in de oorspronkelijke tempel heb gebruikt. Het enige nadeel is hoeveel dat je er killt. Ik weet niet, ik vind het jammer. Ik bedoel, de Hurricane Spin zou deze eigenlijk gewoon moeten kunnen één hit KO'en. Nou ja, in ieder geval word ik niet geraakt door de dizziness van deze aanval. Oh, hij zuigt en hij blaast. Oké, oh, dat werkte. Oké, nou, dan stopt je blaasaanval. Mij maakt die uit. Kijk eens, voor jou. Poink. Oké, nou, dan pakken we jou weer op en dan smijten we je weer tegen de muur aan. Vind je vast en zeker leuk. Allemaal die flashbacks zonder dat ik het extra hoef in te editen. Dat is eigenlijk best wel een voordeel. Oké, nou. Dus 2. Dan zijn er nog 5 over. Volgens mij heeft hij maar 15 spookjes of zo. En kun je maar per keer 15 spookjes mollen of zo. Weet ik veel. Volgens mij hebben ze dat echt speciaal zo uitgekiend. Ik weet niet per se, maar... Ik zou denken van wel. Oké, nou ja. Gaat weer blazen. Kom op. Yes! Oké, nou is het afgelopen. Hier. Krijg een schedel tegen je hoofd aan. Weet ik veel. Hoppakee. Opbouwen. 1, 2, 3, 4 en 5. En in plaats van dat je die hilarische cutscene ziet, word je automatisch alweer weggeteleporteerd. Nou, de volgende bazen die zijn dus een stuk makkelijker. Alleen de kamers die ze dus zeg maar maken, die zijn irritant. Daar kan ik jullie alvast voor waarschuwen.
Nou, dus dan gaan we... Nou, ze zien er ook wel een beetje uit als de bazen, zeg maar, die we nog... ja, zo zien ze er wel een beetje uit. Dus dat vind ik wel grappig gemaakt. En elke kamer wordt bewaakt door een Miblin. Waarom een Miblin? Serieus, Miblins zijn de eerste vijanden die je eigenlijk verslaat in het spel. Oké, dan komen we nou dus zeg maar in een replica van de Deku Forest. Of ja, van de Forsaken Forest, denk ik dat het zo heet. Dus, dan heb ik ook eigenlijk de boomerang eventjes nodig. Je wil deze dingen hier naartoe. Hallo. En dan springen we er bovenop. En dan gaan we met wind gaan we wapperen. Eigenlijk kun je zeggen dat dit ook een soort van windtempel is. Omdat hier gebruik je heel erg vaak de Deku Leaf. Ik spring te vroeg. Nee, maar eigenlijk gebruik je hier heel erg vaak de Deku Leaf. En ja, de Deku Leaf die... Kribbel in mijn keel, sorry. Maar gisteren heel erg stormerige nacht gehad en best wel koud geworden. Dus ik kan een beetje verkouden aan het worden zijn, waar ik niet echt heel erg blij mee ben. Maar goed, ja, de Deku Leaf is dus eigenlijk zeg maar een windbeest element. En daarom vind ik dit eigenlijk ook een soort van windtempel. Dus ja, eigenlijk heb je hier ook windtempel 1 en 2. Zoals ik ook al zei in Skyward Sword van tempel 1.0 en 2.0 en dat soort dingen. Dus ik vind het eigenlijk hier wel. Ik bedoel, de eerste tempel was een vuurtempel. En de tweede tempel die er eigenlijk op gebaseerd is, is absoluut geen vuurtempel. Maar dat is eigenlijk meer een... Dat is eigenlijk gewoon een lichttempel. Of met lichtpuzzels. Oké, en vallen. Oké, niet doorrollen. Dat is alleen maar goed. En dan moeten we hier naartoe. En dan moeten we daar dadelijk overheen hoveren. Zodat we bij de baas terecht kunnen komen. Ah, all is well. All is good. Oké, nou dan gaan we hier naartoe. En dan hebben we... Oh, dit doet me zo denken. Nee! Oh, kom op! Oké. Jullie willen het zo spelen, dan spelen we het zo. Kom op. Ik schiet jullie helemaal naar de zode flikkers Filistijnen. Weet ik veel. Kom op, sterf. Ik bedoel, ze... Dit is eigenlijk precies hetzelfde wat ze deden bij de Forest Haven, dat je daar zeg maar ook naartoe moet hoeveren met de Deku Leaf, tot er dan van die beesten zijn, zeg maar, die je dan zeg maar zo in één keer dit, zo'n pit in kunnen kelderen. Dit is precies hetzelfde en ik val er ook nog voor. Dat is gewoon so not fair, zoals ik heel vaak heb gezegd in Mario Kart 8. Dus, maar goed, zonder redelijk oponthoud, we komen hier bij de baas. Of Flashback Land. Als het goed is, verwijderen de items zich weer automatisch. Nee? Ja, oké. Okay. Het enige wat we hier nodig hebben is de boomerang. En deze baas die kennen we maar al te goed. Waar ik dus bijna een game over had gehad. Omdat je hier dus op dit punt eigenlijk heel weinig items en alles hebt. Hé! Hey. Oké, nou eventjes dit. Ik vind hem op zich een hele spannende baas. Spannend. Ik bedoel, ik vind het een interessante baas, zou ik zeggen. Hij is leuk bedacht. Irritant op een bepaalde hoogte. En... Maar ja, ik ben ook niet zo'n echte fan van hoe dat de boomerang hier werkt. Dus... Oké. Zo. Oké, hij is naar beneden. Kom op, draai... Oh, net te laat. Nou, maakt niet uit. Doe 2 hartjes schade, geloof ik dat het deed. Hou. Waar ben ik? Huh? Ik was in één keer magisch verdwenen. Zagen jullie dat? Oké, nou, voordat hij zijn aanval gaat doen... Ik wil pas een paar van die dingen. Vergeet niet, we hebben nou de Master Sword. Dus dit wordt echt gewoon een laughable joke. Letterlijk en figuurlijk. Dit wordt gewoon echt een... En het nadeel is, voordat je gaat vragen van... Ja, kun je niet gewoon je vuurpijlen er tegen gaan gebruiken? Of iets dat je de boomerang niet hoeft te gebruiken? Nee, nogmaals, je hebt alleen maar de items... Die je dus zeg maar op dit punt van het spel zou hebben. Dus helaas geen fancy smancy aanvallen die we dus kunnen doen. Ja, je hebt de Mero Shield, maar ja, ik kan gewoon tegen licht. Oké, nou, als ik niet vergis... Met de Master Sword hoef je hem nou alleen nog maar een paar keer te raken en dan is hij verslagen. Yay! Oké, nou, dat zijn al 3 bazen verslagen om er 1 te gaan. Ja, dit is de laatste. Nou, eigenlijk de eerste. Gewoon totaal achterstevoren de bazen gedaan. Waarom ook niet? Hartstikke leuk. Nou, volgens mij was deze best wel irritant gemaakt. Heb je de grappling hook nodig? Want dit is echt maar op van Dragon Roost Island.
En deze die had me eigenlijk een beetje geflabbergasted. Ik wist bijvoorbeeld niet hoe dat ik deze moest oplossen. Wat je moet doen is, je moet dus zeg maar, de grappling hooks moet je dus zeg maar gebruiken. En je wil die plateautjes die eronder staan niet gebruiken. Geloof me, die plateautjes die zijn er alleen maar om je af te leiden. Waardoor ben ik geraakt? Door een vliegende ratatata? Sorry Glenn, ik gebruikte hem weer. Oh, meen je dat? Die beesten die waren er nog niet eens in die tempel. Dat is cheap. Dat is gewoon very, very cheap. En ja, je hebt die waterbaddels, maar echt serieus, die waterbaddels. Je kunt die gebruiken, denk ik. Dat je dan zeg maar een waterbad. Nee, dat kun je niet gebruiken. Geloof me, je wilt het deze manier doen. Nou ja, niet door zo'n skeleton geraakt te worden. Maar je wilt dus omhoog klimmen. Echt, eerst landen, probeerde ik te landen op dat perfecte vakje daar. Geloof me, dat werkt niet. En, oh. Moet daar dan wel op landen? Oh, nee! Ik haat deze puzzel. Letterlijk en figuurlijk. Oké, dus we moeten wel op dat vakje. Oké, we moeten op dat vakje landen. Katje. Dus we willen hier niet op klimmen. We moeten dus echt goed mikken. Ik haat dit. Go. Net. Oeh, op het randje zelfs nog. Oké, dan. Daarop. Oh, jeez. Oké. Dit moeten we nou goed gaan timen. Kom op. Kom op! Ik kan jullie vertellen, ik laat het echt gewoon... Ik doe gewoon volgens mij veel moeilijker dan dat het eigenlijk is. Dus sorry daarvoor. Oké, nou. Nu. Hoog. Ik alvast eventjes de deco-leaf. Ik weet het. De deco-leaf heb je op dit punt van het spel nog niet. Maar volgens mij is dit de manier hoe dat je dit doet. We zijn er. Screw jullie. Ik negeer jullie gewoon volkomen. Oké, we zijn er. Oh. Oh, ik haat deze puzzels. Ik haat ze. Oké. Goed. Hallo, Goma. Oké, grappling hoekje erbij. Je hebt je masker nog op, of niet? Ja. Echt 100%. Auw. Serieus, ben ik nou net serieus geraakt door Goma? Ik ben nog niet eens geraakt op het moment dat we hier echt origineel waren. Oké, nou, ik vlieg over je heen. Ik spring op dit plateau. Close-up. Goed. Oké, wachten we weer eventjes. Ja, alsjeblieft. Hoezo werd ik nou weer geraakt? Wat is dit? Ik word vaker geraakt dan dat ik in de oorspronkelijke playthrough ben. Nou ja, playthrough. In de oorspronkelijke boss battle met hem. Kom op! Ik ben nou overpowered en dan ga je me vertellen dat ik zo enorm veel faal. Wat is dit voor sorcery? Oké, nou. Hoppakee, close-up. Jammer toch hier de hamer. Nou ja, eigenlijk zou de hamer toch niet kunnen gebruiken. Daar niet van, maar... Ah, kom op! Ik word nog niet eens zo vaak... Kun je nagaan, ik deed het met 3 hartjes toen. Waarschijnlijk ben ik nou gewoon roekeloos bezig of zoiets in die trend. Weet ik veel. Ik herinner me dat ik 0 keer geraakt werd in de oorspronkelijke in de oorspronkelijke battle tegen hem. Dus ik snap niet waarom dat ik nou zo vaak ga. Echt serieus, ik faal gewoon keihard hard op dit punt. Oké, nou zijn harnas die is gebroken. We hebben de echte lelijkheid nou te zien in zwart en wit. Niet in HD, maar zwart-wit. Oké. Hi, mag ik even je oog even rammen? Oké, mag ik nog een keer? En dat is het einde van deze baas. Net zo goed! Nou, als je al die 4 bazen hebt verslagen, hopelijk een beetje subtieler dan ik heb gedaan. Want echt serieus, ik faalde gewoon keihard hard. Nogmaals, mijn excuses daarvoor. Maar als je al die 4 bazen hebt verslagen, dan gaat die deur open. Nou, als die deur open gaat, dan ga je dus naar het volgende gebied. Hey, Halloween is nou afgelopen. Ja, geen scary stuff meer. Dat is nergens voor nodig. Nou,
Nou is die deur open, dus kunnen we eindelijk verder in deze dungeon. Maar dat bewaar ik voor morgen, jongens. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken. Hoop dat jullie deze leuke aflevering vinden. Heb je leukste momentje? Laat weten in de reacties. En laat een like achter als je daar tijd voor hebt, natuurlijk. Ik hoop jullie dan morgen allemaal te zien in de volgende aflevering van Let's Play Legends of Zelda Wind Waker in HD. Dus bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!